Miso Journaal. Actuele info voor ondernemers. Opnieuw een aantal sectoren heropgestart. Nieuwe fiscale maatregelen van de Vlaamse en federale overheid. En een oproep van Uniso. Aandacht voor vergeten sectoren. Beste ondernemer, welkom bij het Uniso Journaal. En we zitten op de 63ste dag sinds het begin van de lockdown. Een lockdown die elke dag opnieuw weer een beetje minder lockdown is. En ook sinds gisteren mochten er eindelijk opnieuw een aantal nieuwe sectoren opstarten. Het waren vooral de zogenaamde contactberoepen. En ik denk dat velen blij zijn dat de kappers terug mogen werken. Ik heb zelf ook al een afspraak gemaakt. Het zal nog 2 weken duren voor ik binnenraak. Maar de kappers mogen terug aan het werk. Ook de pedicure mogen terug aan het werk en heel wat andere zogenaamde contactberoepen. Er zitten er ook nog wel wat bij die dachten op te mogen starten, maar toch nog moeten wachten. We denken aan de fitnesscentra, aan de massagesalons, aan de sauna's en de privésauna's. We hopen dat daar ook snel duidelijkheid komt. En ook de markten mogen sinds gisteren weer open, weliswaar in beperkte samenstelling, maximum 50 kramen, maar we kunnen dat ook hier stilaan weer gaan opbouwen. Dus positief nieuws. We hebben nog positief nieuws, want ook deze week gaan er weer een aantal nieuwe ondersteuningsmaatregelen goedgekeurd worden. Deze week zullen in het parlement een aantal zaken rond fiscaliteit tot stand komen. Heel belangrijk is dat de voorafbetalingen van belastingen, zowel wat de vennootschapsbelasting betreft als wat de personenbelasting betreft voor de eenmanszaken, dat die ook mee uitgesteld kunnen worden. En dat die uitgesteld worden zonder dat u daar op een of andere manier een boete voor moet betalen of zonder dat u uw bonificaties zou verliezen. Goed nieuws dus. Nog goed nieuws, de steunmaatregelen die u van de Vlaamse overheid krijgt, zullen federaal niet belast worden. U vindt dat uiteraard vanzelfsprekend, maar het moest ook geregeld worden en deze week wordt het ook geregeld. Naast de zaken die deze week al in het parlement zullen goedgekeurd worden, heeft de federale regering in het vorige weekend ook al een aantal beslissingen genomen op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo. Zo is er het carryback-systeem. Dat wil zeggen dat u de verliezen van dit jaar niet alleen op de opbrengst van volgend jaar, maar ook op de winsten van het vorige jaar kan aanrekenen en daardoor minder belastingen betalen en daardoor nu meer liquide middelen overhouden. En dit geldt niet alleen voor vennootschappen, maar ook voor eenmanszaken, ook voor de echte zelfstandigen. Er is nog een tweede maatregel die de federale regering afgelopen weekend goedkeurde, dat is de heropbouwreserve, waarbij u de verliezen van dit jaar kan aanrekenen op de winsten van de komende jaren en zo het eigen vermogen kan gaan versterken. Pas op, deze twee maatregelen zijn goedgekeurd door de federale regering, maar moeten nog bevestigd worden in het federaal parlement. Tot nog toe goed nieuws, maar er is niet alleen goed nieuws. Vanuit Uniso voelen we dagelijks de druk van die ondernemers die in sectoren zitten die een beetje vergeten lijken te zijn. En wat bedoelen we met vergeten sectoren? Wel, dat zijn die sectoren die eigenlijk vanaf de eerste dag van deze crisis midscheeps geraakt zijn, die enorm zwaar lijden, al of niet verplicht stil liggen en geen omzet draaien, maar die tegelijkertijd ook geen enkel perspectief hebben en nauwelijks al ondersteuning hebben gekregen die hen kan verder helpen. Over wat voor sectoren hebben we het dan? Wel, ik zou een heel aantal voorbeelden kunnen geven. Het zit meestal binnen de horecasector, binnen de eventsector, binnen het toerisme. Want wat bijvoorbeeld met dat reisbureau dat eigenlijk alle mogelijke reizen moet cancelen, waar ze zelf al kosten voor hebben gemaakt, maar die nu ook kosten moeten terugbetalen aan hun klanten. Of een autobus- en autocarbedrijf dat stil ligt, dat geen enkele reis meer in het verschiet ziet, niet weet wanneer ze opnieuw mogen opstarten. We denken aan de taxibedrijven, die eigenlijk volledig afhankelijk zijn van het luchthavenvervoer, maar zolang de luchthavens niet opstarten, zelf ook niet kunnen werken. Of wat met die traiteur met feestzaal, die niet weet wanneer de klanten bellen of hun trouwfeest in augustus kan doorgaan, wat hij of zij daarop moet antwoorden, en die evenmin nieuwe zaken kan aantrekken. En wie beurzen voor het najaar of zelfs het voorjaar van 2021 moet beginnen voorbereiden en daar nu investeringen voor moet doen, weet niet of dat deze wel mogen plaatsvinden. Een heel aantal voorbeelden van bedrijven die gewoon niet weten wat hun boven het hoofd hangt. Wel, Uniso eist dat die eindelijk perspectief krijgen. Perspectief op een dubbel vlak. Ten eerste een perspectief om te weten wanneer zij min of meer mogen opstarten. Daarmee weten we heel goed dat het geen exacte wetenschap is, dat het een schatting zal zijn wanneer ze mogen opstarten. In Nederland heeft men dat zeer goed gedaan. Men weet perfect wanneer bepaalde zaken kunnen opstarten van hier tot in september. En men zegt er heel duidelijk bij dat wanneer de cijfers in de verkeerde richting gaan, dat erop kan teruggekomen worden. Dat hebben wij hier ook in België nodig. Geef die ondernemers perspectief, zodat zij zich kunnen organiseren en weten waar zij min of
meer aan toe zijn en hun klanten daar ook van kunnen inlichten. Maar ten tweede, geef hen niet alleen perspectief wanneer ze mogen openen, maar ook hoe ze deze periode kunnen overleven. Want al deze verschillende sectoren liggen volledig plat en hebben geen enkel zicht op verbetering. Als er daar geen echte sectorale maatregelen komen, dan gaan veel van deze sectoren volledig over kop gaan. Dus, we hebben een heel aantal maatregelen, algemene maatregelen, die zeer goed zijn, maar die onvoldoende zijn voor deze vergeten sectoren. Dus onze oproep aan de overheid is, laat deze vergeten sectoren niet echt vergeten zijn, laat ze niet in de kou staan. Beste ondernemer, dat was het Unizo Journaal voor vandaag. Hou het veilig, hou het gezond en u weet het, u staat er niet alleen voor.